Nou ja, u wil denk ik ook weten hoe wij denken, toch? Dit is toch fantastisch? Dit is toch ongelooflijk wat de hersenen kunnen? Dat je eigenlijk met 1,5 kilo, wat in ons hoofd zit, dat je al die verschillende dingen kan. Ik kan en tennissen, en ik kan voetballen, en ik kan dingetjes maken. En dat allemaal binnen één klein klompje van cellen. Dat is werkelijk ongelooflijk dat dat kan. En dat kunnen we ook nog lang niet namaken, bijvoorbeeld. Ik doe onderzoek naar de kleine hersenen. En de kleine hersenen die werden altijd gedacht dat die zijn betrokken bij de coördinatie van bewegingen. Nou, dat is ook zo, daar is geen enkele twijfel over. Maar wat meer en meer duidelijk wordt, is dat het ook betrokken is bij denkprocessen. Dus hoe we denken, we dachten altijd dat gebeurt alleen in de grote hersenen. Maar we zien nu allerlei invloeden van de kleine hersenen op de grote hersenen. Die bereiden het als het ware voor, die fine-tunen wat er in een grote hersenen gebeurt als wij denken. En daar ben ik nu mee bezig. Stel je voor, je bent Roger Federer. Ja, en je staat op de tennisbaan op Wimbledon en je ziet die bal aankomen. Dat zie je al, nou laten we zeggen, 300 milliseconden voordat de bal bij jou is, zie je al die bal komen. En je ziet al aan de beweging waarmee Rafael Nadal de bal uithaalt, zie je al van, oh, die bal komt links of rechts en die komt met die topspin daar of daar terecht. Als je dat kan interpreteren met datgene wat je ziet, en je kan in jouw planning van hoe jij zelf terug gaat slaan, daar rekening mee houden. En je kan dat heel snel omzetten binnen een paar honderd milliseconden in een perfecte slag die terug gaat naar een bepaalde hoek. Dan heb je kans dat je dadelijk die trofee wint, als je dat beter doet als je tegenstander. En dat gebeurt allemaal in het cerebellum. Dus die voorbereiding van die motoriek en bepalen van waar ga ik nou naartoe en hoe moet ik dat doen, daarvoor heb je die fine-tuning van de kleine hersenen nodig. Ik ben er nu bijna 30 jaar mee bezig en ik hoop er nog 30 jaar mee bezig te blijven. Ja, nee, dat is fantastisch natuurlijk. Het is toch het mooiste wat er is.